In het dierenasiel is de zomer nou niet bepaald de tijd van het jaar om eens lekker uit te rusten. Ook in Fred Pension en asiel in Schagenbrug is de topdrukte weer aangebroken. De dagen van eigenaar en frettenliefhebbers Wendy en Jaap zijn gevuld met wassen, voeren, verschonen, spelen en weervoeren. Tijd voor iets anders hebben ze niet. Aan vakantie geen behoefte. Morgens vroeg beginnen we meestal om een uurtje of 8:30. En tot een uur of 12:30 zijn we toch iedere dag wel bezig momenteel. En dan zijn we sowieso met 3 man iedere dag bezig. Dus ja, mensen die ze komen brengen natuurlijk en mensen die ze weer komen halen, die moet je natuurlijk ook goed te woord staan. En ja, daar moet je ook de tijd voor nemen, vind ik. Ja, dit is de speelruimte waar ze toch minimaal 2 keer per dag lekker in loslopen. Want ze hebben natuurlijk de nodige ruimte wel nodig om hun energie kwijt te raken. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. We zijn bijzonder nieuwsgierig. En dat is ook het leuke aan fretten. Dat ze die nieuwsgierigheid blijven ze hun hele leven houden. Dus ze vervelen ook nooit. Als je ze bijvoorbeeld in een gezin met kleine kinderen hebt, dan blijven ze altijd aandacht op eisen. Gewoon al door die nieuwsgierigheid. Wendy had er 3 dat we begonnen en ik had er 7. Dus we hadden er samen al 10. We zijn elkaar ook tegengekomen op een frettendag in Amsterdam. En ja, die fretten die gingen gelijk goed met elkaar om. En wij ook met elkaar. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ben je nog moe? Ben je nog een beetje moe? Ben je nog een beetje moe? Ja, omdat je natuurlijk zelf fretten hebt, dan heb je die ervaring wel met wat ze lekker vinden en waar ze zich prettig in voelen. Hé? Dus ja, nou dat... Dus alle fretten krijgen hier een hangmatje? Ja, in principe allemaal wel, ja. Sommigen die vinden het niks. Ik weet dat hij er niet gek op is. Dat vertelt zijn baasje dan ook weer van nou hangmatjes, dat vindt hij helemaal niks. Dat vindt hij eng of dat is te wiebelig. Als een vakantiegangers die er komt een baas en ophalen en dan is het van ja, dan kruipen ze nog liever bij mij in mijn nek dan dat ze weer met die baas meegaan. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Tegenwoordig vind ik het eigenlijk steeds meer een hond voor de tweeverdiener. Als je de hele dag aan het werk bent, dan heb je geen tijd om de hond uit te laten. En als je dan een fret hebt, dan kunnen ze overdag, terwijl je werk gewoon lekker in het hok. Kom je s'avonds thuis, laat je ze er lekker uit. En dan heb je een hartstikke ondeugend speels beest in huis. Het was eerst gewoon een hobby, maar het wordt nu zo langzamerhand een manier van leven. En het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Je hebt, ondanks dat we heel afgelegen wonen, heel veel mensen over de vloer. Het is hier, vooral als het lekker weer is, dan zit je hier lekker, helemaal. Heb je echt het campinggevoel. Ja.